Selamat siang vanuit Jakarta. Vroeger Batavia-stad en vandaag sta ik op een hele speciale plek. Kijk maar eens mee. Ik ben vandaag op een oorlogsgraven memorial plek, midden in Jakarta. En wat is nou heel apart? Nou, Jakarta heette vroeger Batavia-stad en dat komt voort uit de koloniale tijd, de tijd van de VOC. Maar tijdens de Tweede Wereldoorlog is hier onwijs veel gevochten. En niet alleen in Europa of in Nederland tegen Duitsland, nee, Indonesië, toentertijd een onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden, werd aangevallen door Japan en hier werd dus ook heel veel gevochten. En uiteindelijk is het eigenlijk de Tweede Wereldoorlog gestopt door de atoombommen die op Japan gegooid zijn. Maar dat betekende voor Indonesië niet het einde, want Indonesië was eerst eigenlijk een kolonie van Nederland en was toen een kolonie van Japan en ze moesten er nog vrij vechten. En uiteindelijk hebben we die strijd verloren. En heel veel Nederlanders, maar ook Indonesiërs, zijn toen gevangen genomen door de Japanners. Heel veel van hen hebben het uiteindelijk niet overleefd. En nou ja, dat kun je hier zien. Hier op deze herdenkingsplaats liggen wel 4000 mensen begraven. Het is echt ontzettend intens om te zien dit, jongens. Zojuist heb ik de directeur van deze memorialplaats nog ontmoet. En deze man, een 36 jaar lang bij de marine geweest man, die werkt hier nu. En die had speciaal voor jou nog een boodschap. Ik droom ervan, zeker als ik dit zie, dat wij wonen waar vrede is. Waar mensen verdraagzaam kunnen zijn, elkaar accepteren, ongeacht ras, geloof, geaardheid. En ik droom ervan dat wij in de toekomst zo'n wereld met elkaar kunnen leven.